dan ze nou komen verder. Yo! Welkom bij het Radiojournaal. Vandaag bereikt ons bericht. En zoals jullie weten, mijn maat. Die gaat weg. Dan staan we hier allebei. Voor het eerst dat ik één op één met je staat, maat. Ja. En dan ga je weg. Ja, nee, omdat ik jou graag mag. Daarom heb ik besloten om met jou dit te doen. Normaal doe ik nooit, maar... Jij bent mijn maat geweest hier al 7 maanden. Ja. Iedere ochtend een kopje koffie drinken. En, ik moet eerlijk zeggen, ik vind hier iedereen echt top. Ja. Maar twee meeste mensen die ik mis, dat zijn jij en dokter Beving. En ja. Daarom doe ik dit. Oké, top maat. Wanneer heb je te horen gekregen dat je wegging? Of heb je het zelf? Heb je de handdoek in de ring gehad? Ja, wij hebben gisteren een paar uurtjes gesproken en vanochtend. En dan hebben we besluit genomen dat misschien dit de beste voor ADO Den Haag is. En ik sta 100% achter de keuze van de directie. Dat dit gewoon de beste is voor Den Haag. Heb je een eerlijke kans gehad, vind je zelf? Nee, ik ga nooit iets... negatiefs over mijn club zeggen? Nee, ook over die mensen binnen de club ga ik nooit uitlatingen doen. Dit is gewoon zoals het is gegaan. Ik heb hier vanaf de eerste dag alles aan gedaan. Geprobeerd mensen binnen de club weten in juni of in de trainingskamp. Wat ja. moest ik hier doen om spelers van elkaar te krijgen? En dat is ook niet makkelijk voor de club geweest, omdat je geen piek hebt. Ja. In de winterstop... waren we ook in Spanje en was alleen maar een bellen en proberen iemand voor niks binnen te krijgen. En dat is ook niet gelukt. En met name de laatste 2 weken geleden toen Jeffrey hier kwam, heeft hij 4 spelers gebracht. Ja. Die wilden echt investeren voor zichzelf en ons helpen. En ik vind dit, neem ik niemand kwalijk hier. En dat is gewoon... gegaan zo is gegaan, maar ik weet dat ik mij gewoon meer dan 100% heb ingezet voor deze club. Met al die mensen binnen de club. En soms is onmacht en dan kan je niet meer doen dan dit. En dat vind ik na aanleiding van gesprek tussen mij, Matthijs en Jeffrey gisteren en vandaag hebben we vanochtend gewoon samen besloten omdat dit gewoon de beste oplossing voor de club gaat hier om ADO Den Haag en ook voor die supporters. Dat vind ik echt, respecteer ik enorm, dat ze gewoon, ik weet het, ik kan wel hier gewoon omdraaien, maar ik weet het wel dat het hier heel snel komt, een paar honderd mensen bij de hek, na 3-4 nederlagen. En dan, zij hebben dat altijd netjes gedaan voor mij. En laatste wedstrijd was wel een beetje begonnen. Met een kleine groep. Maar jammer, hè? Want dat was niet de moeilijkste of de makkelijkste tegenstander. Nee, maar goed. Maar ik snap het wel, supporters. Ja. En ik vind de supporters leven hier voor ADO. Dat zijn mensen die dag en nacht moeten werken, 8 uur of 10 uur. En dan komen ze weekend hier en dan zien ze dat het club verliest. Maar is wel, ik ben niet iemand die moet iedere week uitleggen waarom verliezen wij. Omdat als het... mensen begrijpen dat wij gewoon maandenlang zonder 5 basisspelers moeten spelen. En ik ben nooit hier negatief geweest ten opzichte van mijn spelers van de club. Goed. Het was echt moeilijk geweest hier vanaf het begin aan. Daarom gun ik ADO alle beste. En ik vind dat de directie heeft een goede besluit genomen vandaag. Oké, maat. Nog 1 dingetje. Want ik begrijp, ik vind het sowieso wel tof dat je bij mij voor de camera staat. Ga je Den Haag missen? Ga je ons missen? 100%. Ga je nog een keer langskomen, gezellig? Nee, ik ga altijd langskomen. Okay, ik heb zelf ook 2 seizoenkaarten gekocht. Ik heb net tegen Matthijs gezegd, die blijven bij mij. Ja. Dus ik mis sowieso, omdat het vervelend is als je ergens weggaat waar je leuk vindt en waar de mensen jou leuk vinden. Ja. Dat is alle vervelendste. Je krijgt ook een band met mensen. Natuurlijk. Als ik vandaag... of gisteren ruzie heb gehad met Matthijs en met Jeffrey of zo, dat was voor mij makkelijk geweest. Ja, en dan ga je ook hele frustratie eruit halen naar de directie toe of naar iedereen hier en zeggen wegwezen. Maar dat is de moeilijkste als dat mensen graag jou willen hier zien en hebben. En als ik zie naar de mensen in de kantoor, medische staf en zo, weet je wel goed dat moeilijk vinden. Met name
twee Lexis en Geert en al die gasten hier. En Ronald van der Gier, met wie ik echt geweldig heb hier gewerkt. Ja, dat is de moeilijkste. Maar voor de rest, ik denk dat het morgen overmorgen wordt nog moeilijker. En met name ook zaterdag wedstrijd tegen Go Ahead. En ik mis de spelers ook natuurlijk. Maar ja, dat is altijd pijnlijk als je ergens weg gaat. Maar ik sta nogmaals, nog een keer zeg ik, 100% achter besluit van Jeffrey en Matthijs Manders. Ja, en dan nou is het moment wat je al een paar keer in persconferenties zei. Ik ga die tasje pakken en ik ben weg. Wat ga je nou doen, maat? Ja, die tasje stond ingepakt vanochtend. Omdat vanochtend wist ik wel dat we nog een keer gesprek moeten hebben. Ja, weet je het al. Nee, dat weet, nee. Dat is niet zo dat ik, dat ik dat wist. Omdat gisteren was ook, waren positieve dingen. En ook dingen die ik of zei of ik vind dat het niet goed is. Dus dan moesten we vandaag nog een keer zitten. En dan, dan hebben we binnen 11 uur besloten. Dat is gewoon de beste. En dat vind ik ook eerlijk. Snap je? Om naar elkaar toe te zeggen als grote mensen. Niet ene wier gezaaik en dat soort dingen. Oké, maat. Ik hoop dat je een hele mooie club vindt. Waar je, ga maar eerst lekker op vakantie, want je hebt ook zat meegemaakt. Ja. Dus ga je eerst lekker relaxen en dat er dan een mooie club voor je komt. Ja, dankjewel. En nog een keer bedankt voor jou en echt alle supporters hier, maar met name Midden-Noorden en Overkant wil ik nog een keer echt bedanken. Goed zo, man. Ja. Ja, maat. André, trainer weg. Wat vind je ervan? Ja, ik hoorde het net toen ik hier aankwam in het stadion dat hij ontslagen was. En misschien wel beter voor de club. Kijken of ze dan zaterdag eindelijk gaan voetballen. Ja, hoezo? Afgelopen week in de eerste 20 minuten waren ze ook wel aardig aan het voetballen, dacht ik. Ja, 20 minuten, maar de wedstrijd duurt 90 minuten. Ja. Ja, je zit lekker te lachen, trainer weg. Ja, het is niet anders. We konden zo niet verder gaan. Okay. Dus er moesten veranderingen komen. Ja, dus je bent het er wel mee eens dat er een nieuwe voor de groep moest komen? Ja, ik denk dat dat het beste is. Wie komt er nou voor de groep dan? Wie moeten we noemen? Ja, Ekrem die neemt het even over, tijdelijk. Zou dat eventueel een trainer kunnen zijn? Dat zou ook een goede kenner zijn. Okay. Laat het maar proberen. Okay, maat. Nou, Taak, jij zit hier ook altijd, hè, maat? Hé? Wat vind je ervan? Had je het verwacht, trainer weg? Nee. In deze situatie met zulke resultaten kun je alles verwachten. Dus, het hoort bij het voetbal. Ja, maar had je niet gedacht dan naar Go Ahead? Ja, in principe wel. Ja. Maar het gebeurt. Het hoort erbij, je weet het. Dat het kan gebeuren. En het zijn wel in de loop der jaren wel meer aardige mensen ontslagen als trainer. Ja, dat hoort erbij. Je doet er niks aan. En je hebt nooit de zekerheid dat het beter gaat. Maar ja, als je niks doet, dan zegt iedereen van waarom hebben we niks gedaan? Nou kon die ook weinig, hè? Ja, natuurlijk. Alles zat tegen. Blessures. Het hele seizoen zat alles, maar dan ook alles tegen. En geen cent. Kan weinig doen in de winterstop. Speler verkopen die wil zelfs met ze spelen, die krijgen een bal op zijn oog. Nou, die krijgen honderden mensen elk weekend een bal op zijn oog. Alleen deze die beschadigd zijn oog, die moet geopereerd worden. Dus wat doe je dan? Nee, niks, maat. Dan zit ze gewoon in die situatie dat alles tegen zit. Gaat het nu, denk jij, veranderen? Ja, dat weet je nooit. Nee. Ligt er maar net aan wie er aan het roer komt. En wat moet die veranderen? Wat kan je veranderen? Want zoveel hebben we niet. Nee. Kijk maar, het is misschien een ander gezicht wat voor de groep staat. En iedereen die heeft het gevoel dat ze op nul beginnen. En er zijn kleine dingetjes die die andere trainer anders doet. Ja. Maar statistisch gezien helpt het niet altijd natuurlijk, nieuwe trainer. Dus je moet maar hopen dat het er iets helpt. Maar het blijft een moeilijk verhaal natuurlijk, de rest van het seizoen, helaas. Maar in die situatie zitten we, we moeten verder. Juist. Trainer weg. Hè? Ja, dat is niet zo mooi. Nee. Had jij nog wel vertrouwen in de trainer?
Ja, wij praten altijd over de voetbal hier bij de training. Ja. En jij bent ook amateurtrainer en zo geweest. Ja, maar het is wel heel makkelijk om natuurlijk een trainer nu te ontslaan. Hè? Als ik het nu zo. Ik word ermee overvallen, dus dat is gauw klaar. Maar ja, dat is wel heel makkelijk. Maar ja, hadden ze er van tevoren niet in kunnen grijpen. Ja. Wat je allemaal ziet op de trainingen, wat je allemaal ziet in de wedstrijden. Dat sommige spelers nog ineens een bal aan willen nemen. Nee. Dan kijken ze de speler nog aan die een bal heeft. En dan negeren ze hem gewoon. Ja. En dan het positiespel. Ja. Het is niet lekker wat er gebeurt. Maar voor de rest weet ik het ook niet. Maar ja, nogmaals. Het is wel heel erg makkelijk om naar een trainer te ontslaan. Ja, dat gebeurt altijd, hè, in het voetbal. Jawel. Als de resultaten er niet zijn, dan is de trainer die zich gaat. Maar had je dat niet veel eerder zien aanzien kunnen komen, denk ik. Ja, misschien ook. Ja, wel vol goede moed dat we erin blijven. Ja, dat moet. Ja, moet, hè. Dat moet. Maar ik vind ook dat je ook veel meer met eigen jeugd moet gaan proberen te spelen. Als je nou die twee links en de rechtsback hebben, ja, geef die jongen een kans. Geef die jongens een kans. En dan hou die plan gewoon rechts buiten, wat je altijd gestaan hebt. Ja. Bij Utrecht speelde hij rechtsbuiten. Ja, precies toch? Bij ons heb hij alleen maar links en in het midden gestaan. Ja, hij staat overal. Ja. Het lijkt me ons werfkat. Ja, was je verrast dat bij Ajax was Duplan weer in de basis? En dan bij deze wedstrijd weer niet? Nee, nou, dat is toch raar of niet? Ja, vond ik ook. Dat is toch een beetje vreemd. Je weet nog niet wat je doet dan op een gegeven moment. Ja. En dat is eigenlijk met alle spelers op een gegeven moment ga je 5-3-2 spelen. En dan zie je bij wijze van spreken een bakker, een laatste man. Nou, wat moet hij daar dan zoeken? Ja. En ik vind ook sommige spelers die moeten gewoon de taak volbrengen. Eerst je taak en dan kan je altijd ietsje extra's eraan toevoegen, vind ik hoor. Maar Wij zijn de kenners, maat. Nee, ja, dat ben ik niet. Maar ik denk alleen maar even anders erover misschien. Ja. Dus Beugelsdijk, die komt helemaal niet tot z'n recht. Dat is een mandekker. Ja, die moet alleen nummer 9 dekken. Klaar? Ja. En voor de rest niks. En de rest die bal inleveren en klaar. Of je daar de juiste persoon over hebt, dat is weer wat anders natuurlijk. Maar toch? Oké. Okay. Mannen, jullie ook trouwe bezoekers van de trainingen. Ja, de trainer die we wel gezellig vonden, die is weg. Ja. Wat zegt dat? Ja, leg het aan de trainer. Ja, dat weet ik niet, maat. Ik vraag het aan jou. Ja, ik denk dat het ook een beetje ligt wel aan de spelers en zo. Ja. Maar heb je een beetje pech gehad? Of, ook pech. Ja. Spelers weg, spelers geblesseerd. Ja. Ja, ik denk dat het ook een beetje aan ligt. Hè. Maar goede spelers ook. Maar je weet het in de voetbal. Hè? Het is hier altijd onrust. Als ze zeggen, nee, we hebben nog vertrouwen in hem. Dan zijn ze meestal de andere dag weg. En hij liet wat uit zijn mondje vallen van de week. Ik hou het rustig voor de spelers. Ja. Dat was voor mij al een teken. Ja. Ja. En jij, maat? Had je het aanzien komen? Hoe? Ergens wel. Nee, de kop staat er niet op. Ik denk dat het al eigenlijk ik weet niet hoeveel weken speelt. Dat het gewoon minder draait in het geheel. Ik denk dat hij die gasten niet meer goed kan aansturen. Ik denk dat het tijd rijp is dat er een nieuwe trainer komt. Dat er weer felheid gaat gebeuren. Dus ik hoop dat het gaat lukken dan op die manier. Ja, dat we veilig zijn. Dat we veilig zijn. Trommeltje. Ja, jij bent sprakeloos, hè, maat? Jij bent ook emotioneel betrokken erbij natuurlijk. Hè? Ja, maat. Trainer weg. Ja, we hadden toch een goede band met hem. Hè? Ja. Ja, toch? Ja. Maar ja, je bent een beetje onder de indruk ervan. Ik laat je rustig je boterhammetje eten, maat. Dankjewel. Oké. Als we maar veilig zijn dadelijk. Hé, maat. Ja, hoi. Trainer weg. Had je dan zien komen? Ja, ik had het inderdaad zien aankomen. Want ik was ook vrijdag weer teleurgesteld. Uiteraard in de uitslag. Maar ook dat hij weer een van de beste spelers die plan niet opstelde. En dat heeft hij al een paar keer gedaan en er moet wat gebeuren. Ja, wat er nou gaat gebeuren weet ik niet, maar we staan weer voor een cruciale wedstrijd. Ja. En ik zie het heel somber in momenteel. Ja, echt? Ja. Heb je geen van... Ja, nu staat Ekrim, die staat, ja. Die staat voor de ploeg. Ik ben duidelijk bang. Aanwezig, ja. Is die.
Ja, zouden die jongens voor hem harder willen gaan dan? Weet ik niet, want ik denk ook dat hij denk ik een beetje dezelfde zienswijze heeft als Puttervies. Tenminste, ik ben er bang voor. Er moet echt misschien een nieuwe trainer gaan komen. Oké. Okay. Maar trainer weg. Ja, trainer weg. Is dat logisch gevolg? Ja, natuurlijk is een logisch vervolg. Ik wil wel even zeggen, ik ben Petrovic een hele lieve man. Maar als je geen punten pakt, dan houdt het op, toch? Ja. Zo simpel is dat. Is het op tijd dat ze dit hebben gedaan, besloten hebben? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ik kan nou wel hele makkelijke dingen hier gaan roepen, maar en nu vind ik het goed. Nu vind ik het goed. Ja, okay. We hebben hem de kans gegeven nog. Ja. Ja, het is helaas niet gelukt. Nee. En volgens mij vindt hij het ook wel best. Ik vond hem ook steeds slechter eruit zien als ik heel eerlijk ben op tv. Ja, ja, ja? Dat kan ook een beetje met privé-omstandigheden te maken. Ja. Maar goed. Ja, misschien. Ja, maar laten we maar hopen dat we gewoon een punt gepakt en erin blijven. Ja, tuurlijk man. Maar dat. Dat gebeurt. Tuurlijk, dat geloof ik. Heilig, heilig. Top. Yo, ja, dan moet ik natuurlijk ook even met onze technische man praten, Jeff. Dat is altijd een vervelend iets, hè, trainer wegsturen. Of samen eruit komen dat je een einde is. Ja, dat is heel vervelend. Ik bedoel, jij kent Petter ook al langer. Dat is gewoon een hele fijne vent. En vanochtend hebben we met Matthijs erbij met elkaar gezeten. En het afgelopen weekend hebben we natuurlijk heel veel gesprekken met elkaar gehad. Want ja, we kunnen moeilijk zeggen dat er niks aan de hand is bij ADO. We staan op een hele lastige plek. Daar willen we zo snel mogelijk weg. En daar heeft iedereen zijn eigen idee over. Nou, vanochtend hebben we alles nog een keer doorgenomen met elkaar. En daar is het besluit uitgekomen om als grote mannen afscheid te nemen van elkaar. Ja, 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 dat vertelde hij mij ook. Maar wat ik dan weer raar vind als supporter, dan komt er gisteren naar buiten. Ook onderhand woorden van jou. Ja. Vertrouwen we erin, weet je wel. En nou, dan weten wij supporters al van, anders zal die wel op een schopstoel zitten. Ja. Maar ook de winstpremies zijn geregeld, weet je wel. Dan denken we, ja, nou, dan kunnen we alleen maar omhoog kijken. En dan word je, 's ochtends word je geconfronteerd met dit. Begrijp je dat wij supporters al een beetje... Ik snap dat misschien gek is om te lezen. Alleen door de gesprekken die je voert met elkaar, kom je uiteindelijk tot een bepaalde beslissing. En het is ook niet zo dat we Selker wegsturen omdat het een vervelende vent is en omdat hij slecht werk heeft geleverd. Want hij heeft alles gedaan. Hij heeft heel veel dingen alleen moeten doen. En heeft zich ook vaak alleen gevoeld bij de club. En door de gesprekken die we nu gevoerd hebben, gisteravond, vandaag, is dit besluit gekomen in goed overleg met Petro. En zijn we echt als vrienden uit elkaar gegaan. En natuurlijk is hij heel erg teleurgesteld dat het niet datgene is geworden wat hij dacht dat het zou worden. Maar leg zich neer bij de beslissing die we hebben genomen. En is niet schreeuwend of slaand de deur uit gegaan. Nou, dan weet ik dat je, sinds je er bent, heb je ook gezorgd dat er spelers bij komen. Dat we, hoop ik, sterker zijn geworden. Vond ik de eerste 20 minuten van de afgelopen wedstrijd, vond ik dat ook, dat we sterker waren. Of speelden we echt goed, vond ik. Heb ik het hele jaar niet gezien. Dus en dan deze boodschap. En dan weet ik ook dat jij, je kent veel mensen. En dan noem ik hem maar, ik hoorde het daarnet al vallen, Robert Maaskamp. Ja, als ik moet gaan kijken naar trainers, dan denk ik, ja, hij is misschien wel de strenge trainer die we nodig hebben bij ADO. Ja, ook voor die andere kamers heb ik gezegd, we hebben het eerst netjes afgehandeld met Petro. Ja, maar hoe laat komt de nieuwe trainer naar buiten dat jullie dat gaan vertellen? Want dan zend ik het wel later uit. Ja, daar gaan we nu aan werken. Dus wat mij betreft zo snel mogelijk. Alleen het heeft geen zin om nu op namen te reageren, want het zal een trainer moeten worden die op dit moment geen club heeft. Want wij zijn niet in staat om ergens een trainer weg te kopen of weet ik veel wat. Maar de eerste stap nu is om met elkaar te gaan bepalen van wie past nou bij ADO en de huidige staf. Of zou je misschien even een tussenpauze moeten hebben? Want ja, ik weet, kijk, hier heb ik in het stadion heb ik wel eens Louis van Gaal gehad. Weet je wel, nee, maar ook met kinderen en noem maar wat. Die man die zit nou, die hebben een hoop ellende, die zit thuis. Die hebben het misschien ook niet zo naar zijn zin. Misschien is zo'n man wel bereid om eventjes de rest van het seizoen voor deze club te werken. Ja, nou ja, over die naam heb ik nog niet nagedacht. Maar je geeft een goede tip. Kijk, we gaan met elkaar, dat heb ik net ook voor de andere kamers gezegd. Martin Jol zit in de RWC. Dat is een man met een grote staat van dienst, veel voetbalkennis. Matthijs is hier de algemeen directeur, waar ik heel goed mee samenwerk. Ik ben er.
En met elkaar moeten wij gaan zorgen dat we de juiste man voor deze groep neer gaan zetten. Met de financiële beperkingen die er ook zijn met deze club. En, dus ja, dat is hetgene wat we nu gaan doen. En het is niet zo dat we achter de rug allemaal van alles en nog wat hebben gedaan. Dat is de volgende stap. Eerst netjes afhandelen met Petro. Dat is gebeurd en dat is een hele lastige, vervelende beslissing geweest. Maar nu moeten we verder. Moet ADO in de Eredivisie blijven. Ja, dat vind ik ook het belangrijkste. Nou, daar gaan we maar op rekenen. Jawel. Want ja, ik ben bij de dokter geweest. Ik had het al tegen de trainer ook gezegd. Poepertje, zo zit ik maar te knijpen. Weet je wel, dat wordt iets te veel. Nou, jullie zijn weer op de hoogte. De club doet er alles aan om die punten te gaan pakken. Moet je af en toe minder leuke dingen doen. Dit was het ADO-journaal. Laters.